Goedemiddag. We gaan vandaag kijken naar de prijzen van de landbouwgrond in Roemenië van 2003 tot vandaag 2024. We gaan dus eigenlijk even kijken hoe dat de tijd welvarende grondeigenaren heeft gecreëerd. Wealth creation in Roemenië, dus hoe word je er beter van? Hoe word je dus rijker? Wel, landbouwgrond kan een van de oplossingen zijn als je die koopt in Roemenië. Nu, voordat we naar prijzen gaan, wil ik wel even aangeven dat wanneer er gronden gekocht worden, dat er dus eigenlijk een substantieel verschil is in de prijs per hectare, indien dat de grond gekocht wordt met een eigendomstitel, dat noemt in het Roemeens titlu de proprietate, of wanneer dat de grond gekocht wordt met een kadasterdocument, dus ingeschreven in het kadaster, extra's, de carte funciare, dus cheffe dat ze zeggen eigenlijk in de volksmond. De titel is merkelijk goedkoper dan een grond uiteraard die ingeschreven is in het kadaster. Dus er is een ganse weg tussen van een aankoop van titels gaan, onder andere het opmeten, kadastraal dossier, tot en met het inschrijven in het kadaster. Vandaar dat als mensen komen discussiëren en zeggen, ja, maar ja, ik betaal maar die prijs per hectare, dan kan het antwoord van de verkoper, dus van de eigenaar, zijn, oké, meneer, be my guest, u gaat een jaar of 4, 5 gaan puzzelen om Jeffy te hebben en dan inderdaad kan dan die prijs verkocht worden. Maar bij mij is het dus Jeffy niveau, dus ik bespaar u 5 jaar, dus u gaat wel degelijk de maximumprijs betalen. En ik ga daar niet over onderhandelen. Dus dit even toch stellen, omdat prijzen van gronden is één zaak, maar je moet altijd de prijs van de grond per hectare gaan relateren tot de toestand van de grond. Dus is zij ingeschreven in het kadaster of niet? In het geval van titlu de proprietate, wat heel veel het geval is, dan is zij niet ingeschreven, dan is de prijs lager dan in het geval hij komt met een cheffe, dus met een carte funciare, want dan is zij ingeschreven. Oké, we starten in 2003 en in 2003 hadden we dus voor kleinere percelen, dus minder dan 10 hectare, bijvoorbeeld 1 hectare, 1,5 hectare, 3/4 hectare, daar lagen de prijzen tussen de 100 en de 300 euro per hectare, alstublieft. Voor grotere percelen had men inderdaad dan 500 à 1000 hectare door de omvang van de percelen, maar meer dan 90% van de gronden werd verkocht tussen de vork 100 en 300 euro per hectare. Nu, dan hebben we een hele periode kabbel-kabbel naar de toetreding, dus langzaam stijgen. Wel, toetreding tot de Europese Unie, dat was een keerpunt in de landbouwsector. De toegang tot de EU-fondsen bood de boeren de mogelijkheid om dus te investeren in de bedrijven. Wat dan weer leidde tot een verhoogde vraag van landbouwgronden. En de EU-regelgeving zorgde voor een grotere transparantie op de vastgoedmarkt. Wat dan ook weer de buitenlandse investeerders heeft aangetrokken in die periode. Dus na de toetreding tot Europa stegen de prijzen voor landbouwgrond aanzienlijk. En in 2008 was de gemiddelde prijs gestegen tot ongeveer een 1500 à 2000 euro per hectare. Dus en van 2000 tot 2007 is er een stijging vastgesteld van 50% op 1 jaar. Bon. Dan hebben we een periode 2008 tot 2014. In de periode tussen 2008 en 2014 kennen we inderdaad een heel sterke groei van de landbouwsector. Met een substantiële toename van interesse door buitenlandse investeerders. Dus steeds meer buitenlandse bedrijven begonnen landbouwgronden in Roemenië te kopen, wat dat de prijs uiteraard verder opdreef. En in 2014 bereikte de gemiddelde prijs van landbouwgrond ongeveer een 2500 à 3000 euro per hectare. Die prijzen zijn heel sterk hier afhankelijk, waarbij dat Timișoara de duurste provincie is. Nu, in elk geval, dat was een significante stijging die de aantrekkelijkheid van Roemenië als landbouwbestemming nogmaals ging onderstrepen.
Dan hebben we van 2015 tot 2017 een impact van de economische crisis. Dus de wereldwijde economische crisis heeft ook een invloed gehad op de Roemeense landbouwsector. Alhoewel, dat daar in deze sector was de impact minder voelbaar. Ja? Dus de economische uitdagingen, de onzekerheid leidde tot een vertraging van buitenlandse investeringen. Normaal, wat resulteerde dan in de stagnatie van de grondprijzen. De vraag naar landbouwproducten fluctueerde in die periode, wat ook de invloed had op de prijs van landbouwgrond. Dus tijdens deze periode bleven de prijzen op landbouwgrond relatief stabiel, met een gemiddelde prijs van ongeveer 2500 tot 4800 euro per hectare. Dan gaan we nog eens een stapje verder. Dan gaan we naar de COVID, springen naar de COVID. Nu, de COVID-pandemie had wereldwijd gevolgen, maar de impact eigenlijk op de Roemeense landbouwsector die was gemengd. Ja. Er waren wat verstoringen in de leveranciersketen, dus de pandemie leidde tot verstoringen in de toeleveranciersketen, wat sommige boeren onder druk zetten. En de verhoogde vraag naar lokale producten leidde ook opnieuw dan tot een grote interesse, om dan uiteindelijk te belanden na de COVID, in de periode dus dat we nu zijn. We gaan eerst even een keer kijken naar 2022. Dat zijn gegevens van het Nationaal Instituut voor Statistiek. Daar hadden we dus een gemiddelde prijs voor Roemenië van 7.880 euro per hectare. En als we kijken vandaag, dan hebben we een gemiddelde prijs van 9.000 euro per hectare in 2024, dus eigenlijk op datum van vandaag. Wel bij te vermelden dat ook weer sterk regio afhankelijk is, waarbij dus de Banat-regio, Timișoara en zo, kopspant en dat zijn prijzen hangbaar van 12.000 zelfs tot 15.000 euro per hectare. Dus als we even nu gaan teruggaan naar de eerste slide, dan hebben we daar 100 hectare staan, tot 300 hectare en dan tikken we af. Iets meer, 21 jaar later tikken we dan af op 9.000 euro per hectare. Dus ik denk dat we hier heel duidelijk hebben aangetoond dat als u investeert in landbouwgronden, dat je er 1 niet armer van wordt. En 2 dat je dus een ongelooflijke stijging krijgt in het ingezet kapitaal. Nu naar de toekomst toe zal die stijging zich verder voortzetten. Maar het zal uiteraard niet meer zo hard gaan. Maar elk jaar in de toekomst verwachten wij, nog altijd verwacht ik, dat de prijzen verder zullen stijgen. Voilà, zo bedankt om te luisteren. U kan mij dus telefoneren, u kan ook mailen. Dat is hier een ding, een algemene mail. Ik ga u daarna dan mijn bedrijfsmail geven om verder te communiceren. U kan de website bezoeken. En ik zou ook vragen dat u dus even abonneert door te klikken op deze YouTube, op dit YouTube kanaal, ofwel dat je mijn kanaal te gepaste tijden rechtstreeks bezoekt en dat je dan abonneert. Voilà, dank u wel en tot de volgende presentatie.